dames en heren. Ondanks het slechte weer vind ik het hartstikke goed dat jullie met zo'n grote aantal hier naartoe zijn gekomen. Hier lag vroeger een Jeu Poelbaan en die werd eigenlijk zo groot en die hebben de Jeu Poelbanen moeten verplaatsen. Hebben het nieuwe gemaakt, want hier rolden de bal allemaal over het veld heen. Mm-hmm. En dat was natuurlijk niet prettig voor alle auto's die er stonden. Dus toen heb ik met Jeroen Klerks, die belde op een gegeven moment op de maandagochtend. Hij zei, Jacques, zo is staan erbij. En we wilden daar iets apart van maken. Die is van de gemeente? En Jeroen is van de gemeente. En toen kwam Jeroen, dan heb ik een groepje bij elkaar gezocht, een burgerinitiatief opgestart. Ik ben bij Nel van Bavel begonnen. Dat was de bewoner van het Dorpsplein. Ik zeg, Nel, op een balkonnetje gezeten. Kijk, nou, hier is het Dorpsplein. Daar ligt een zandbak waar niks voorstelt. Een doodplein. We wilden daar iets levens in brengen. En zo is het goed. Nou, en dat is het initiatief geworden. Andere genodigden, uiteraard ook allemaal van harte welkom. In Gol hebben ze een ballenfrutter. En Irene Wust, uiteraard. Ondanks dat ze de eerste schaatslijster van Rielmaar heeft gehad. En op deze manier hebben wij in Riel onze Kaai. Kaaienskeeters en kaaienskeeterinnetjes. Wat is nou de geschiedenis van de Kaai? Het moet hier een enorme troep zijn geweest, 800.000 jaar geleden. Het moet een lawaai zijn geweest. We hebben dat allemaal van horen vertellen, maar er was nog geen ene Rielenaar. Hè? Maar we kunnen het zien aan de grond. Er kwamen scheuren in de aardkorst. Riel ligt op zo'n breuk. Je hebt een breuklijn van Dongen en Rijen. Je hebt de Veldbiesbreuk, dat is eigenlijk de centrale breuk op het Kempisch plateau. En een zijbreukje daarvan, dat komt over Riel hier. Zo'n breuk heeft twee eigenschappen. Eigenschap ook van, zoals dat in Roermond is gebeurd, van aardbevingen. De tweede eigenschap van die breuken, dat is dat er stenen omhoog komen. De stenen worden omhoog gewerkt. Stenen worden geboren, zegt men ook wel, en men spreekt ook wel van stenen worden gescheten. En dat is eigenlijk het fenomeen van die keien. Kijk, als we dan in Tilburg kruikenzerkers hebben, kunnen nou de daar terecht, denk ik ook heel veel, en in Gol ballenfrutters, dan moeten jullie allemaal apentrots zijn dat Rielenaren kaaischerters zijn en dat Riel het kaaiengat heet. Wees er trots op. Kenmerkend is hier voor Riel, is eigenlijk datgene wat we vandaag ook onthullen. Het zijn keien van mensen, keien van initiatieven die hier ontstaan en we zetten allemaal de schouders eronder. En dat is zo kenmerkend voor onze Riels gemeenschap, allemaal handen uit de mouwen en doen. En dat is toch wel iets unieks. Ik denk dat we overgaan naar de officiële... Geholpen door een grote tractor onthulde wethouder Lieselotte Fransen, bewoonster Nel van Bavel en gemeenteambtenaar Jeroen Hendricks vervolgens de Rielse Kaai. Jeroen Hendricks kwam overigens ook met het idee om het Dorpsplein te verfraaien en hij maakte de tekst van het kaaienlied wat vervolgens door Jo Hogendoorn werd gezongen. Niet alleen een kaai, er is ook nog wat bij. Ja, een bloembakje, hè? Ja. En zo'n kleintje. En ik zag ook een soort praatbaan. Ja, daar wordt het verhaal verteld over hoe komen nou die Rielse kaaien, hoe worden die hier gescheten, zeggen ze. Want ja. Bij de ploegen, in de ploegvoer zien we dan de kaaien, dat is ook eigenlijk het monumentje. Ligt waarop de kei ligt, dat zijn de ploegsporen die overblijven. En die laten dan de kei, die vinden we nog steeds op de akkers hier. Dus dat is het verhaal. En ben je tevreden nu? Ik ben hartstikke tevreden. Ik heb de fles met erop en viel over de kei.